Het was alsof ik een enorme dreun voor mijn kop kreeg. Dat vertelt de 20-jarige Bob over het moment dat hij de diagnose autisme kreeg, 4 jaar geleden. Ik dacht dat ik een gehandicapt iemand was die in een gehandicaptenbusje zat. Daar refereerde ik mezelf aan. En de film Rain Man, die natuurlijk iedereen kent, nou ja, zo zie je jezelf dan. Ja, ook Maaike Donderwinkel vertelt over het moment waarop haar zoontje van 3 de diagnose kreeg. Luc is inmiddels 9 jaar en vertelt op zijn eigen manier waar hij last van heeft. Luc is een leuk speels jongetje. Je kunt weinig aan hem zien. Dat is vaak zo bij autisme. De problemen doen zich voor in de hersenen. Daar wordt informatie anders verwerkt. En dat heeft zijn uitwerking op het gedrag. Luc legt het op zijn eigen manier uit. Het is iets waardoor ik heel druk word. En ook ben ik eigenlijk een soort van niet meer bestuurbaar. Ja, straks horen we meer van Luc, zijn moeder, Maaike en van Bob. Wat zijn de voor- en nadelen van de diagnose autisme? Daar gaan we het over hebben in deze uitzending. En dat doen we met 2 gasten die aan tafel zitten. Dat is allereerst Tom Kuipers, psychiater van Dr. Leo Kannenhuis. Welkom. Dankjewel. En om gelijk met een vraag te beginnen. Komt het nou wel eens voor dat een cliënt aan tafel zit en dat er uiteindelijk de conclusie komt dat er sprake is van autisme? En dat die cliënt zegt van, ik heb die diagnose officieel liever niet. Ik weet wat er aan de hand is, maar laat maar zitten. Nou, om eerlijk te zijn heb ik dat eigenlijk nog niet meegemaakt. En ik zie het ook als de taak van de arts of van de psychiater om wel duidelijkheid te verschaffen over wat er aan de hand is. Hm. Het gebeurt wel eens dat iemand later, als hij erover nagedacht heeft en gemerkt heeft wat zijn nou de gevolgen van zo'n diagnose, dat hij die diagnose komt inleveren bij wijze van spreken. Oké, en dan zegt u, kom maar, ik neem hem weer in? Nou, zo makkelijk gaat dat niet, maar het is wel een zinnig gesprek om te kijken van wat heeft dat in jouw leven gedaan, dat je die diagnose draagt en wat zijn de nadelen die je nu, die je nu ondervindt en daar dan verder over met elkaar in gesprek te gaan. Ja, nou ja, over die voor- en nadelen gaan we het straks hebben. We hebben nog een tweede gast aan tafel, Frank Rijber. Goedenavond. Welkom. Ervaringsdeskundige. Klopt. Welke ervaring heb je? Ik heb zelf een autisme-diagnose, PDNS, en dat is rond mijn 27, dus vrij laat. En ik ben daarnaast ook lid van het ervaringsraad van de Kanaars Nederland. En zie ik ook een paar andere ervaringsraden, waaronder vanuit autisme bekeken, waar ik ook mee heb gewerkt als ervaringsdeskundige aan een project over diagnose. Dus vaak over jouw persoonlijke ervaringen verteld, neem ik aan, al die raden. Ja, en ook daar ook veel, binnen die raden ook veel gehoord over ervaring van andere mensen. Want dat is natuurlijk ook van, je kan wel met je eigen verhaal komen, maar het gaat natuurlijk om, ja, het is een spectrum, dus je moet verschillende verhalen kunnen vertellen. Ja. En daar heb ik ook, een aantal verhalen gehoord. Ja. Bijvoorbeeld niet over dat ze moeten inleveren of zo, maar toch wel dat ze er ook weer negatieve ervaring mee hebben gehad. Toch wel. Dat ze achteraf terugkijken en denken van, nou, ik weet niet of ik er wel zo blij mee. Van mensen die toch een relatie hebben verloren of dat een werk hebben kwijtgeraakt. Ja, ja. De structuur van dit programma is eigenlijk heel simpel. We hebben 2 delen. In het eerste deel behandelen we de voordelen en in het tweede deel de nadelen. Dan stel ik voor dat we nu overgaan naar deel 1, de voordelen. Ja, stel ouders zitten er helemaal doorheen. Ze hebben een kind met gedragsproblemen en hebben ook zitten zoeken op internet en zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen van, dat moet autisme zijn. Ja. En die zitten bij u aan tafel. Wat adviseert u die ouders? Nou, om te beginnen ga ik tegen ze zeggen dat het goed is dat ze gekomen zijn. Want dat betekent dat ze een probleem hebben vastgesteld. En dat ze ook hebben vastgesteld dat het ernstig is, dat hun vermogens te boven gaat. En dan vervolgens zou ik doorschakelen naar van, ja, zullen we, willen jullie ons de kans geven om uit te zoeken wat er aan de hand is? En als het een keer, als wij dat uitgezocht hebben, dan gaan we dat ook zeggen, wat wij denken dat er aan de hand is. Dus we adviseren ze eigenlijk om in dat proces waar ze op dat moment in dreigen te stappen, om daarin moed te houden of ook, als het ware, erop te rekenen dat daar iets uit gaat komen. Ja. En wat is dan precies het doel van de diagnose? Nou, de diagnose als zodanig, dus het zeggen wat er aan de hand is, heeft geen doel.
Het doel komt pas als je daar iets aan gaat verbinden, bijvoorbeeld een behandeling. Hm. Als je met mensen in gesprek gaat van ja, wij denken dat, of wij vinden dat uw kind autistisch is. En dat betekent dat we in termen van behandeling dit en dat kunnen gaan doen. Dan opeens wordt dat relevant en krijgt het een doel. Ja, want het komt niet voor dat het stellen van de diagnose het doel is, het doel op zich. Nee, dat zou ik vreemd vinden als dat het doel op zichzelf is. Dat is bij sommige lichamelijke ziektes overigens, kan dat wel een beetje anders liggen. Maar ja. Ik denk bij autisme of bij veel psychiatrische aandoeningen, ja. Wil je gewoon weten wat er aan de hand is. Ja, en dan wil je perspectief bieden en dan wil je die richting kunnen vinden en aangeven. Ja. Ja. En dat is dan eigenlijk een voordeel van de diagnose, want dat is een soort poort naar de behandeling. Ja. Ja. Frank, hoe werkt dat bij jou? Jij kreeg de diagnose hoe lang geleden? 2007, dat is inmiddels 8 jaar geleden. Hm. En wat was de diagnose? PDNNOS. Ja, voor mij was het, wat het voor mij eigenlijk was een, ja, dat je een richting hebt waar je naar kunt kijken. Van die verklaring geeft voor wat je voor wat er in al die jaren zich heeft afgespeeld. Hm. Maar het geeft ook een richting waar je naartoe kunt werken. Van om je beter zelf te ontdekken van wat zijn nou je goede punten en wat zijn nou je zwakke punten. Ja. En vooral wat betreft goede punten, want zou ik toch ook wat meer in de, zie ik ook een plek voor de diagnose, om daar ook wat aandacht aan te besteden, ja. Om dat te vinden. Ja, maar nog even, heb jij die richting gevonden? Heb jij een beter beeld gekregen van jezelf over de goede, de positieve kanten, zeg maar, en de minder goede kanten? Zeker weten. Ik weet dat, ik let heel erg op detail. En daardoor kan je ook bepaalde patronen ontdekken. Ja. Ik heb gemerkt dat daar even mijn kwaliteiten zit. Maar het geeft ook de mogelijkheid om het autisme zelf dingen van de andere kant te bekijken. Dat je zegt van, mensen kijken toch uit een bepaalde visie van de normale mensen naar een specifiek probleem. En ik kan dan net weer een andere kant bekijken. Ja, ja. Ik noemde jou net wat zeggen, sterkte, zwakte ook. Hè? Ja. Kwam dat ook in de diagnose zelf aan bod? Of is dat iets wat daarna vooral op kwam? Vooral daarna. Ja. En daarom vind ik het ook eigenlijk belangrijk dat het al tijdens de diagnose gebeurt. Want dan, je kan toch in een zwart gat vallen. Van ik heb nu een diagnose en daar allemaal negatieve gevoelens aan verbinden. Maar er zit ook punten waaruit je kracht kunt halen. Ja. Dat je bepaalde kwaliteiten geeft die jou, waar je je aan kan optrekken. Ja, ik wil er even terugkoppelen. Ja. Want die sterkte-zwakte analyse, noem ik het maar even. Komt dat nou ook in die diagnose al flink aan bod? Nou, als het goed is wel, dus in centra waar nauwkeurig gekeken wordt, wordt bij het stellen van de diagnose eigenlijk al gezocht naar van wat zijn de specifieke handicaps of belemmeringen waar deze patiënt mee te kampen heeft en wat zijn de sterke kanten. Zodat je als het ware ook goed kan voorsorteren op een behandelaanbod. Ja. Maar ik wil wel toegeven dat niet altijd in de eerste fases waarin een diagnose wordt afgeleverd, al gebeurt. Hm. En soms is dat ook heel erg moeilijk, want je wilt niet alleen die sterkte-zwakte-analyse in professionele termen hebben, dus in neuropsychologische bewoordingen of zoiets dergelijks, maar je wilt het ook zo zeggen dat de patiënt of de familie zich daarin kan herkennen en snapt waar het over gaat. Ja. Ik stel voor dat we naar een video gaan, want u heeft al met haar kennis gemaakt, of althans met Luc kennis gemaakt. En dat gaan we nu uitgebreider doen. Een video van de moeder, Maaike, en Luc, waarin ze vertelt over het moment waarop ze de diagnose kreeg en terugkijkt, nu Luc 9 is, wat dat heeft opgeleverd. Dit is Luc. Hij is 9 jaar. Luc heeft autisme en ADHD. De diagnose werd gesteld toen hij 3 jaar was. De ouders van Luc werden door de orthopedagoog van het consultatiebureau op het spoor van autisme gezet. Maar de diagnose was geen verrassing. De diagnose was voor ons op dat moment eigenlijk een bevestiging van wat we al wisten. Er heeft een klein jaar gezeten tussen de eerste uitspraak van die orthopedagogen en het moment dat de diagnose gesteld werd. En in die tijd zijn we zelf natuurlijk ook al meer op dingen gaan letten. Vallen je er eigenlijk steeds meer dingen op. Dus voor ons was het een bevestiging van waar we zelf ook wel over uit waren. En we hebben er daardoor zelf ook nooit echt
moeite mee gehad om te accepteren dat dat aan de hand was. Luc is een leuk speels jongetje. Je kunt weinig aan hem zien. Dat is vaak zo bij autisme. De problemen doen zich voor in de hersenen. Daar wordt informatie anders verwerkt. En dat heeft zijn uitwerking op het gedrag. Luc legt het op zijn eigen manier uit. Het is iets waardoor ik heel druk word. En ook ben ik eigenlijk een soort van niet meer bestuurbaar. Wat doe je dan? Doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen. Zoals schoppen en slaan. En denk ik, als ik er voorbij is, waarom heb ik dit gedaan? Waarom doe ik dit? Autisme is lastig uit te leggen. De ouders van Luc hadden er dan ook een hele kluif aan om hun omgeving daarover te informeren. En sommigen hadden hun twijfels. De mensen in onze naaste omgeving die vonden het op zich goed dat we onderzoek hadden laten doen. Maar hadden wel twijfels bij, klopt de diagnose echt wel? Wat betekent dat dan? Maken jullie de problemen niet groter dan ze zijn? Want bepaalde dingen die wij vertelden over problemen die we met Luc hadden, die herkenden mensen ook wel ten dele in andere kinderen. En ja, dat maakte het soms wel weer lastig voor ons. De eerste paar jaren is het toch veel uitleggen en voor je gevoel jezelf moeten verdedigen. Totdat dingen steeds zichtbaarder worden naarmate die ouder wordt en mensen gewoon zelf ook duidelijker gaan zien met er is toch wel wat aan de hand. Hij is en doet en reageert toch echt wel anders dan leeftijdsgenootjes. Luc woont tijdens de weekenden thuis en woont van maandag tot vrijdag bij dokter Leo Kannerhuis. Daar wordt hij begeleid, krijgt hij behandelingen en gaat naar school. Daardoor is hij een stuk rustiger geworden. Als ik terugkijk op het hele proces van diagnose stellen en alles wat we met Luc de afgelopen jaren hebben meegemaakt, heeft het ons wel geholpen dat die diagnose gesteld is. Het is wel onze ingang geweest om te gaan zoeken naar hoe werkt Luc, hoe zit Luc in elkaar, hoe werken zijn hersenen, hoe komt het dat hij bepaalde instructies van ons niet uit kan voeren, hoe komt het dat hij bepaalde dingen niet snapt. En pas als je die diagnose hebt en weet in welke hoek je moet gaan zoeken, kun je dus ook gaan kijken naar hoe zit hij in elkaar en wat kan ik dus als ouder doen om hem en onszelf verder te helpen. En hiermee kan je jezelf helen als je een bron. Ja, maar dan moet je wel met de binnenkant. Hè? Ja, aangrijpend zoals Luc probeerde zijn eigen gedrag onder woorden te brengen. Zo'n diagnose, leidt dat nou tot meer acceptatie van afwijkend gedrag? Dat weet ik niet. Dat hangt er ook van af. Ik denk dat op zichzelf die diagnose niet garant staat voor acceptatie. En dat hoor je ook eigenlijk in de video wel. Het hangt er heel erg van af hoe de betrokken partijen gaan reageren. Mm-hmm. En ik denk dat de taak van de hulpverlening is om dat goed te sonderen en te kijken waar zit de niet accepteren en waar zit het wel accepteren. Ja, je kan daar natuurlijk vanuit het perspectief van de cliënt naar kijken. Ja. Maar ouders bijvoorbeeld, wat is uw ervaring? Nou ja, ouders hebben het moeilijk met te accepteren dat hun kind een afwijking heeft. Dat is voor alle ouders heel erg moeilijk. En dat geldt ook voor autisme. Dus dat is eigenlijk in beginsel bijna niet accepteren. Nee. Maar aan de andere kant, als je duidelijkheid krijgt over een patroon van problemen waar je in verwikkeld bent en dat je snapt hoe dat in elkaar zit, dan geeft dat ook wel weer lucht. Ja. En dat maakt dat je weer volgende stappen kunt zetten. Dat was er dus aan de hand. Nu valt het kwartje. Ja. Een puzzelstuk. En dan is het niet fijn, maar het geeft wel de mogelijkheid om door te gaan. Ja. Hoe was dat bij jou, Frank? Kon jij dat voor jezelf accepteren? Het is een proces wat denk ik nog steeds gaande is, voor een deel. Ja. Je hebt toch bepaalde beelden van die je hebt in je leven, wat je wil bereiken. En dan
soms word je toch weer daarmee geconfronteerd dat het niet altijd even makkelijk gaat. Maar ik probeer, ben wel iemand die uitdaging probeert aan te gaan. Dus. En denk je dat dat moment er nog een keer komt waarop je zegt ik accepteer me nu zoals ik ben? Volledig. Nee, maar ik denk dat ook niet. Ja, dat zou ook meer wat afmatten, wat mijn streven om me constant te verbeteren. Ja. Dus. Ja. En je omgeving, hoe reageerde die? Volgens mij wel goed. Ja. Ik werk wel dat je bijvoorbeeld toen nog niet zoveel had, is psycho-educatie voor familie. Ik denk dat dat een heel grote verbetering is om dat meer te krijgen, zodat zij ook een duidelijk beeld krijgen van wat het nou precies inhoudt. Ja. En ook voor naasten en dergelijke. Ja. Ontvang je door open te zijn over je autisme, ontvang je dan ook meer steun en sympathie vanuit je omgeving? Wat is de ervaring? Ik denk dat Frank dat beter kan beoordelen. Maar wat ik ervan zie, is dat het in de regel dat openheid erover wel meer oplevert. Het is gewoon beter om dat te doen. Maar het is ook wel link om het te doen. Het vraagt wel een soort van afweging van wat ga ik nou wel vertellen en wat niet. En hoe ga ik het formuleren. En ik denk dat dat een belangrijk ding is. Dat mensen met hun directe, met hun directe omgeving, maar ook soms met hulpverleners, proberen te bepalen hoe ga ik met dat soort informatie om. Hoe ga ik er open mee om. Ja. Want hoe open ga jij om met jouw autisme? Ik ben er vrij open over. Ook omdat ik natuurlijk activiteiten doe die al met autisme te maken hebben. Maar ik let er wel op. Wanneer zeg ik wat? Want ik wil dat het niet een excuus wordt. Daarom kan ik dat niet. Dus daarom. Daar waak je voor? Daar waak ik. Daar probeer ik in ieder geval voor te waken. Maar ik kijk ook van wat specifieker te zijn. Ik niet alleen zeg van ik heb een autisme spectrumstoornis. Nee, ik heb dat zijn waar ik last van heb op dat moment. Of dat zijn weer maar een goede punt. Ja. Zodat de mensen een beter beeld krijgen. Want autisme is natuurlijk, je kan zeggen, die jongen is autist. Maar wat houdt dat precies in? En veel mensen hebben er nog geen goed beeld. Ja, wat weet je dan precies? Ja. En daarom moet je veel specifieker zijn over. Maar dat vergt ook weer tijd, en vooral in het begin. Als je nog heel onbekend bent, ook met jezelf. Ja. En jezelf dat nog in kaart moet krijgen, dan kun je dat nog niet onmiddellijk onder woorden brengen, kan ik me voorstellen. Dat is lastig. Ook bijvoorbeeld ook met zo'n jongetje als Luc, wat je net op de video zag. Ja. Die zal dat toch ook. Zoekt ook naar woorden. Die vindt zich niet een leeftijd, die zal nog een heel proces moeten doorgaan. Ja, ja. Wat ook ingewikkeld is dat soms delen van wat bij autisme hoort niet geaccepteerd wordt. Ja, bijvoorbeeld medicijngebruik kan wel eens aan de orde zijn, kan als behandeling worden aangeboden. En dat stukje wordt soms niet geaccepteerd, terwijl de rest van van wat het autisme inhoudt wel geaccepteerd wordt. En dat kan dus best ingewikkeld zijn. Ja, ja. Nog even, want ik denk dat we moeten afronden, althans het deel waarin we het over de voordelen hebben. Ja. Een voordeel van de diagnose is dat het ook openingen biedt naar behandelingen en ondersteuning. Hè? Zo is het proces in ons land ingericht. Ja. Heb je de diagnose, dan komen de gelden vrij voor behandeling. Ja. Daar is het toch ook deels voor bedoeld, hè? Ja, het is de vraag of je dat een voordeel moet noemen. Dat is een tijd als voordeel beschouwd. Maar nu zie je in de media wel wat. Dan komen er wat meer nadelen op te proppen. En het nadeel is vooral dat je dus aan een medische diagnose, aan iets wat de geneeskunde zou moeten dienen, de behandeling van patiënten, dat daar prijskaartjes aan komen te hangen. En dat kan voor verwarring zorgen, laat ik me zo uitdrukken. Ja. En dat kan er ook toe leiden dat er wordt ingedikt op de behandelingen en ondersteuning. En dat je misschien zelfs al minder ter beschikking krijgt dan voorheen. Dat zou kunnen. De bedoeling is natuurlijk om dat wat je hebt aan behandelingen, dat zo scherp mogelijk wordt. Zo scherp mogelijk wordt ingezet, zodat beschikbare middelen op de juiste manier worden aangewend. Ja. Dat zou het voordeel moeten zijn. Van het nieuwe beleid. Ja. Ja. Ik stel voor dat wij dit deel afronden. De deel waarin we het over de voordelen hebben gehad. Want wij gaan over naar het volgende deel. Ja, en in dit tweede deel gaan we het hebben over de nadelen van de diagnose. Ik wil even beginnen met een voorbeeldcasus. Hè. Je kunt door zo'n diagnose ongelooflijk in de war raken.
Tenminste, daar gaan wij straks ook een video van bekijken. En dat overkwam onder andere Bob. Ik heb je al een fragment laten zien aan het begin van deze uitzending. Hij was 16 jaar toen hij de diagnose kreeg. En hij zei letterlijk, het was alsof ik een dreun voor mijn kop kreeg. Dit is Bob. Hij is 20 jaar en werkt 3 dagen per week bij een autodealer. En helpt mee in de marketing en de verkoop. Bob heeft autisme. Hij heeft vooral problemen met het inleven in anderen. Ik heb dan een stukje last met empathie. Het inleven in iemand anders. Emoties herkennen. Een stukje blij, boos, verdrietig, dat zie ik natuurlijk wel. Alleen is het wel zo dat ik daar moeite heb me daar iets persoonlijk bij te voelen. Ik heb geleerd hoe ik daarop moet reageren. Maar ik blijf daar wel moeite mee houden. 4 jaar geleden werd de diagnose autisme gesteld. Bob had altijd al het gevoel dat hij anders was. Maar toch kwam de diagnose hard binnen. Hij was compleet gevloerd. Ik dacht dat ik een gehandicapt iemand was die in een gehandicaptenbusje zat. Daar refereerde ik mezelf aan. En de film Rain Man, die natuurlijk iedereen kent, nou ja, zo zie je jezelf dan. Terwijl het natuurlijk een heel vertekend beeld is. Maar dat is wel wat je denkt. En iedereen kan zien aan je dat je autisme hebt. Dat had ik vooral heel veel last van. En dat merkte ik ook in sociale contacten, dat ik bang was dat mensen dachten van nou, dat is een autist. Door begeleiding en behandeling heeft hij zichzelf weer teruggevonden. Maar dat had wel tijd nodig. Dat is denk ik dat accepteringsproces, dat is denk ik een proces geweest van ruim 1 jaar, 1,5 jaar. En met veel gesprekken en met veel leren over het autisme zelf, dan weet je ook wat het is. En dan is het ook wat makkelijker om dat te plaatsen, want niet iedere autist is hetzelfde. Gelukkig. Bob is zijn leven lang al gek van auto's. Dus in die sector wilde hij graag aan het werk. Hij solliciteerde bij 30 bedrijven. Maar als hij dan vertelde dat hij autisme had, dan was er meestal een afwijzing. Gelukkig reageerde zijn huidige baas anders. Uit 30 sollicitaties was dit de leukste reactie. Toen ben ik gebeld door de vestigingsmanager. En die heb ik aan de telefoon verteld van het autisme. Toen viel het stil. En toen zei hij, nou, dat maakt me niet heel veel uit, kom maar. En dan gaan we het er eens even over hebben. Dus dan hebben we hierboven een heel leuk gesprek gehad. En een kritisch gesprek, waarbij alle voor- en nadelen aan bod kwamen. Waarop de manager uiteindelijk zei van, nou, ik weet eigenlijk niks van het autisme. Het maakt me ook niet zo heel veel uit. Ik ga jou behandelen als een normaal iemand en laten we het proberen. En laten we kijken hoe ver we komen met z'n tweeën. Bob doet het goed. Hij bedenkt marketingacties en voert ze ook uit. Hij heeft ook een hele goede babbel en heeft al auto's verkocht. Ook de sociale kant gaat hem steeds beter af. Het sociale gaat mij steeds beter af. Mijn werk gaat me heel goed af. Dat zijn dingen, ja, dat vind ik leuk en dat, ja, daar haal ik wat uit. Ik merk toch ook dat aan de andere kant sociale contacten ook weer heel lastig zijn. En dat het moeilijk is om, omdat je mensen niet in eerste instantie het autisme vertelt, dat je toch weer merkt dat je anders bent. En dat is niet altijd zo, ja. Dat is wel lastig. Nu, 4 jaar na de diagnose, zit Bob weer beter in zijn vel en loopt hij met trots naar zijn zin. Wat vindt hij terugkijkend van de diagnose? Je zelfbeeld wordt aangetast. Dat vind ik een groot nadeel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als je weet wat je hebt en als je weet waar je sterke en zwakke punten liggen en dat uitlegt aan mensen, dat het ook verhelderend is en dat mensen je dan ook makkelijker een kans geven. Dus dat is zeker een positief ding. Ja, tasten zijn zelfbeeld aan, zei Bob. Zelfbeeld aantasten, tast de diagnose je identiteitsontwikkeling ook aan? En hoor je dit ook veel? Dat kan zeker. En het is ook iets wat ik veel hoor. Dat je veel meemaakt in de begeleiding van mensen die een psychiatrische diagnose krijgen. Mm-hmm. Ja. En hoe pakte dat bij jou uit? Ja, ik zat, bij mij kwam een diagnose midden in mijn opleiding. HBO-rechter was ik mee bezig.
En ik heb toch wel dat het effect heeft gehad op hoe ik naar dingen ging kijken. Dat ik ook andere interesses kreeg. En dat heeft zeker mijn studie beïnvloed. Maar ook, ja, voor negatief bedoel je? Ja, je gaat. Ik heb op een gegeven moment, als ik nu op datzelfde punt zou staan, dan zou ik het andere keuzes hebben gemaakt. Ik heb nu in mijn studie, ook omdat ik. Je gaat over je zelfbeeld, je wilt er onderzoek naar doen van wie ben ik nou werkelijk waar. En daardoor ben ik op een gegeven moment, dat was een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld een minor filosofie heb gekozen. Ja, ja. En als ik nu weer op datzelfde punt was, zou ik meer wel vakgerichtere keuzes hebben gemaakt. Ja, ja. En dan, ja, dat verhoogt toch je kans op werk, waar ik nu nog steeds naar op zoek ben. Ja, 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 ja. Dus je had de diagnose eerder willen weten? Ja. Bijvoorbeeld voor mijn studie. Dan krijg je toch een andere invalshoek. Ja. En dan kun je toch op andere dingen richten. Ja, wat is dan, ja, ik bedoel, het klinkt raar, maar wat is een goed moment om een diagnose te krijgen? Zo jong mogelijk dan? Nou, eigenlijk, ja, zo vroeg mogelijk. Ik denk dat wel klopt. Want we weten ook wel dat als je behandeling instelt, dat hoe eerder je kunt beginnen te behandelen, hoe beter het is. En hoe langer je met problemen doortopt zonder te snappen wat er aan de hand is, hoe meer schade er ook kan ontstaan. Dus eigenlijk is dat vind ik helemaal. Maar wordt daar ook actief iets mee gedaan met die mogelijke schade aan je identiteitsontwikkeling in de therapie of in de ondersteuning? Ja, nou ja, ik denk dat dit probleem een van de meest onderschatte problemen is bij de diagnosestelling in de psychiatrie. En ook bij autisme is het zo dat de schade aan het zelfbeeld, zoals Bob dat zegt, dat is een heel belangrijk gegeven. Dus daar hebben wij in de behandeling veel mee te maken. Maar ik denk ook dat wij soms zelf als dokters zo gefocust zijn op behandelresultaten dat we dat nog wel eens onderschatten. Dat punt van wat het doet met je ontwikkeling, met je levenslijn, met je zelfbeeld, zoals Bob zegt. Ja. Een ander aspect, negatief aspect of hoe je het noemen wil, is de mogelijke overbeschermende reactie ook van ouders of mensen uit de omgeving. Hoe is de ervaring in de praktijk? Gaan mensen pamperen en zorgen? Niet allemaal, gelukkig. Kom je niet meer naar je eigen ontwikkeling toe? Of? Ik bedoel, je vindt daar alles. Ook verwaarlozing en verstoting. Dat vind ik zelf nog het moeilijkste om dat mee te maken. En ook pamperen. En alles daartussenin tref je aan. En ik denk wel dat de extreme reacties van omgevingen, van ouders, die komen het meest in beeld van de hulpverlening. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die thuis tamelijk succesvol omgaan. Bijvoorbeeld met hun kinderen die autisme hebben. En dat moet je ook niet vergeten. Nee. Hoe was dat bij jou, Frank? Was je moeder of je ouders waren die geneigd tot pamperen? Je hebt soms wel het gevoel, maar het geeft ook weer met die psycho-educatie te maken van als je die geeft, dan kun je ook hebben een beter beeld ervan, dan kun je ook ze wijzen op de risico's. Mm-hmm. Ik denk dat je vooral moet uitkijken, niet die leermomenten te ontnemen, dat je toch de kind de kans geeft om eens een keertje op zijn bek te gaan. Ja. Niet te erg, maar toch dat hij van dingen kan leren. Ja. He, want ook bij een gezonde, normale ontwikkeling is dat al van belang. Ja. Dan moet je regelmatig frustraties oplopen om stappen te zetten. Ja. Je moet de wereld een beetje kunnen verkennen, anders ga je het niet doen. En dat moet je het allemaal niet ontnemen. Nee. Door je... nee. Maar dat is lastig, hè? Lastig om daarin de balans te vinden. Is ook zo. Ja. Ja. Ik zat eens een keer bij een soort groepseducatie. En er zat ook een mevrouw, de zoon ging was van plan op vakantie te gaan met vrienden. Of met zijn broer erbij. En die mevrouw was heel erg bezorgd over van hoe dat zou gaan. Ik zeg probeer niet te overbezorgd te zijn. Hè? Van, hij gaat niet alleen of zo. Hij gaat samen met iemand die hem goed kent, zijn broer, gaat hij mee. En het kan juist een heel nuttige ervaring zijn. Ja. Ik ben zelf 3 jaar geleden met een vriend naar Japan geweest. En dat is voor mij voor een deel een eye-opener geweest. Van dat ik, hoe ik mij
in zo'n andere setting. Ver buiten mijn comfortzone red. Ik ben zo van dat ging goed? Dat ging goed. Ik ben ook op een gegeven moment eind vakantie. Hij wou graag in de bergen wandelen. En ik wou nog wel wat steden bezoeken. Ben ik ook een paar dagen alleen geweest. Oh, okay. Ja. En dan merk ik ook zeg van hoe ik zelf zeer in een beschermde omgeving opgroei. Ik was de eerste dag kwam er, ben ik op mijn hotelkamer gaan liggen. En ik heb dingen niet gedaan. En later, en een 24 uur later, kwam ik tot leven. En toen kwam ik achter dat ik toch weer bepaalde dingen had gemist. Die ik graag had willen zien. En dan merk je van, probeer niet te overbeschermen. Dan komt die net die ene kans niet tegen die... nieuwe blik geven. Je hebt het in feite over leren, leermomenten, ontwikkeling doormaken. Bij autisme is dat ook vaak de inzet van behandeling of ondersteuning of van therapie, ontwikkeling doormaken. Aan de andere kant wordt er steeds gezegd, ja, autisme heb je eigenlijk je leven lang. Daar kom je niet meer van af. Ja. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je door therapie en ondersteuning juist wel ontwikkeling doormaakt en de effecten daarvan eigenlijk veel kleiner maakt. Ja. Is het dan terecht om te zeggen dat je autisme in je leven lang hebt? Ik denk het wel. De kunst is alleen om uit te vinden met welk deel van dat autisme je iets kunt. Dus waar kun je winst behalen, waar kun je meters maken. En soms, of dikwijls, zijn er ook onderdelen waar dat veel moeilijker is. Waar je soms van moet vaststellen, daar is niet veel beweging in te krijgen. Mm-hmm. En dan zal je dat moeten accepteren. Ja. En dat is het lastige van behandeling. Dus zo zie ik dat. Dat je dat op het spoor komt. Wat kan er wel veranderen en wat niet? Ja, maar ik bedoel eigenlijk van dat labeltje dat hangt eraan. Ja, dat labeltje dat blijft er maar aan hangen. En dat wordt door anderen buiten, in de buitenwereld op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Ja. En terwijl misschien ondertussen je een aantal vaardigheden hebt geleerd die al veel meer de goede kant op gaan. Interessant is in dat verband dat ik enkele keren meemaak dat een patiënt naar me toe komt en zegt ik wil dat labeltje inleveren. En daar heb ik argumenten voor. Ja. Ja, het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel. En dat is dus wel een optie. Ja, want we vliegen er doorheen. Dus ik moet ook alweer naar de afronding van dit tweede deel. Want ik wil nog even naar de hele praktische aspecten van zo'n diagnose. Hè? De effecten bijvoorbeeld als je solliciteert. Of de effecten bij uitkeringen. Of de effecten bij verzekeraars. Even om te beginnen. Verzekeraars, hoe werkt dat? Moet je dat opgeven of niet? Dat je autisme hebt. Dat verschilt geloof ik per verzekering. Ik moet me daar een beetje bescheiden op stellen, want dat weet ik niet. Ja. Ik weet wel dat als het gaat om een rijbewijs en verkeersgedrag, dat het daar allemaal wat strenger aan toe gaat. Maar in de regel hoef je, dacht ik, je psychiatrische diagnose, als het gaat over het gewone verkeer in de openbaarheid, hoef je niet... hoef je niet te melden. Hoe, ben je wel eens tegen zoiets praktisch aangelopen? Dat je dat moest opgeven? Nee, niet echt. Ik kijk ook altijd, als ik iets erover zeg, van is het functioneel? Heeft het een bepaald doel? Kan ik... Want solliciteer je wel eens? En dan bij mij staat het in mijn cv dat ik bepaalde activiteiten doe voor op gebied van autismegebied. En dan kunnen ze dan mogen ze naar vragen. Ik ga niet in mijn brief schrijven van ik ben autist. Mag je dat niet vermelden in je sollicitatiebrief? Ja, dat mag. Ja. Het is een zelfbeschikkingsrecht en dat geldt voor iedereen. Ja. Dus je mag melden wat je wil. Ja. Je moet er natuurlijk wel over. Het is verstandig om erover na te denken. Ja. En zeker als het. Ja. Hele directe consequenties heeft voor je werk, hè, waarop je solliciteert. Zeker als er nog niet de hele maatschappij heeft een goed beeld van wat autisme is. Ja. En dat zal ook heel erg lastig zijn om hoe je noemt het stigma, om dat weg te nemen. Ja. Maar dus heel goed kijken, je eigen afweging maken. Maar ik denk, kijk goed naar wanneer is het in een relatie in het voordeel. Als je met je werkgever om bepaalde aanpassingen te krijgen, of dat ze toch op bepaalde dingen letten. Ik heb een maand gewerkt bij een bedrijf, dan hebben ze hem toch op een iets rustigere ruimte neer te gezet. En hebben ze de radio voor me uitgedaan, wat voor mij een hele verlichting was. Gewoon wat hoe weet simpel je toch kan beter, het zijn? Kan presteren. Maar nog even, zo'n radio staat aan. Vind je dat vervelend om te vragen? Ja, dat is. Dat ligt ook... Ze zullen me wel een zeur vinden dat ik dat dan vraag? Denk je dat? Nee, ik ben iemand... ik heb autisme, dat is één ding. Maar
omdat het zo laat ontdekt is, is er een hele stapeling bovenop gekomen. Ja, ja. Waardoor ik bepaalde angsten heb opgebouwd om dingen te vragen. Hm. En dan, dat is dan waar ik dan last heb. Dat, ja. En dan blijkt in de praktijk dat mensen waarschijnlijk helemaal niet zoveel moeite hebben. Nee, met precies. Je maakt er, ja. En dat je denkt, oeh, heb ik daar nou zo tegenop gezien? Misschien? Precies, ja. Ja. Ja, ik stel voor dat we dit programma nu gaan afronden. De voor- en nadelen van een diagnose, een boeiend onderwerp. En we gaan hem zeker nog eens een keer oppakken en misschien ook nog wel weer verwerken in nieuwe subthema's. Ik wil mijn gasten bedanken, Tom en Frank, voor jullie bijdrage aan tafel. Dan rest mij nog te zeggen dat u nog kunt reageren met opmerkingen of ideeën of suggesties, ook via mail. Dat kan via redactie@autismetv.nl. En we zijn ook te volgen via social media, Facebook, Twitter en op YouTube. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.